Mijn naam is Bart Grob. Ik ben conservator medische collecties van Museum Boerhaven. Ik sta hier naast een elektrocardiograaf. En dit apparaat is de tweede generatie elektrocardiograaf die wij in het museum hebben. En die elektrocardiograaf is uitgevonden door Willem Einthoven. Willem Einthoven was een fysioloog, 19e eeuw, en heeft in 1901 de elektrocardiograaf samengesteld. Hij had een apparaat geconstrueerd dat behoorlijk groot is. Enorme elektromagneet zat er in zijn apparaat. Een grote booglamp zat erbij, een enorme valcamera. Maar daarmee was hij wel in staat om de hartpulsjes te registreren. En in feite is zo'n elektrocardiograaf, zowel die van Einthoven als deze, is niets anders dan een hele gevoelige voltmeter. Dat was interessant, omdat in die tijd was men bezig om allerlei lichamelijke fenomenen, hartslag, ademhaling, polsslag, om dat grafisch weer te geven. Want dat was ontzettend handig, omdat je dan de waardes van verschillende patiënten met elkaar kon vergelijken. Nou, die Einthoven die ging heel specifiek op zoek naar de geheimen van het hart. En dat is hem gelukt. Hij is de eerste geweest die een hartslag heeft geregistreerd, een menselijke hartslag. En heeft daar in 1924 de Nobelprijs voor de fysiologie en geneeskunde gekregen. Het apparaat wat Einthoven ontwikkeld heeft, dat past hier amper in deze kamer. Een hele grote elektromagneet, een grote lamp en een grote valcamera. Dat is allemaal eigenlijk slechts een tiental vierkante centimeters teruggebracht. En daarmee was het een apparaat wat voor het eerst eigenlijk klinisch gebruikt kon worden. Dit apparaat is gebruikt tot in de jaren 40, begin van de Tweede Wereldoorlog. Daarna kwam Siemens met een apparaat waarbij transistoren gebruikt werden. Daardoor kon het instrument nog kleiner worden, direct afleesbaar. En eigenlijk is het pas vanaf de Tweede Wereldoorlog, jaren 50, is het een standaard techniek geworden die gebruikt wordt bij hartdiagnostiek. Dit gedeelte hier, hier zit een gloeilamp in. Dit is een timesplitter. Dit is een snaargalvanometer, een regelpaneel. En dit is een camera waarin hier een schaal aangegeven staat. De lichtstraal valt hier doorheen en valt hier op deze spleet. De patiënt wordt door middel van deze elektrodes wordt die aangesloten op het apparaat. Het signaal dat loopt via die kabel, loopt het uiteindelijk hier naar dit gedeelte en daarin hangt een hele dunne kwartsdraad. Die is verzilverd, waardoor dat die elektrisch geleidend wordt. Die kwartsdraad die hangt tussen de polen van een elektromagneet. En onder de invloed van de elektrische puls gaat die snaar die gaat heen en weer bewegen. Die snaar die wordt aangelicht en die wordt ook nog eens een keertje vergroot door dit microscopische systeem. Als die camera en die film, als die ronddraait, dan valt die schaduw valt op die film. En uiteindelijk wordt die beweging van het hart wordt zo overgezet in een grafisch geschreven elektrocardiogram.